Dag iedereen, welkom op ons kanaal. Vandaag zullen we het hebben over het beste voedsel voor komkommers, hoe je ze tot de herfst kunt laten groeien en hoe je ze in emmers kunt oogsten. We zullen ook verwijzen naar de bescherming van komkommers tegen ziekte. Voordat we beginnen, mijn beste vrienden, abonneer je op ons kanaal. Het is helemaal gratis. Hartelijk dank. Dus laten we nu naar de video gaan. Voordat we het geheim van de beste meststof voor komkommers onthullen, laten we een paar interessante feiten over deze geweldige plant delen. Wist je dat komkommers maar liefst 95% water bevatten? Hierdoor zijn ze ideaal voor hydratatie tijdens warme zomerdagen. Komkommers behoren tot de kalebasfamilie, samen met courgettes, watermeloenen en meloenen. Komkommers zijn rijk aan vitamine C en K, evenals magnesium en kalium. Komkommersap wordt vaak gebruikt in cosmetica vanwege de verfrissende en verzachtende eigenschappen. Nu we wat meer over komkommers hebben geleerd, laten we het hebben over de beste manier om ze te bewaren, zodat je tot de herfst een rijke en gezonde oogst kunt krijgen. Komkommers houden van water, dus regelmatig weggeven is essentieel. Zorg ervoor dat de grond constant vochtig is, maar niet te nat om wortelrot te voorkomen. In de vroege groeifase hebben komkommers stikstof nodig voor de bladontwikkeling. Gebruik een organische of synthetische stikstofbron om planten gezond en sterk te houden. Tijdens de bloei en vruchtvorming hebben komkommers een grotere hoeveelheid fosfor en kalium nodig. Deze twee elementen helpen bij de ontwikkeling van wortels en vruchten, maar ook bij het vergroten van de weerstand van de plant tegen ziekte. Compost en mest. Het gebruik van compost of mest kan de bodemstructuur aanzienlijk verbeteren en komkommers het hele seizoen van de nodige voedingsstoffen voorzien. Om ervoor te zorgen dat uw komkommers gezond en sterk blijven, is het noodzakelijk om bepaalde beschermende maatregelen te nemen. Sproeien met een oplossing van zuiveringszout en water kan deze veel voorkomende komkommerziekte helpen voorkomen. Inspecteer de planten regelmatig en verwijder zieke bladeren en vruchten om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Vermijd het elk jaar op dezelfde plaats komkommers te planten. Gewasrotatie helpt het risico op ziektes die in de bodem kunnen blijven bestaan te verminderen. En nu komen we bij het deel waar jullie allemaal op hebben gewacht. De ontdekking van de beste meststof voor komkommers die je gemakkelijk thuis kunt maken. Ingrediënten: 1 liter melk, 1 eetlepel kamillethee. Voorbereiding: voeg 1 eetlepel kamillethee toe aan 1 liter melk. Meng goed en laat het enkele uren staan voordat u het gebruikt. Verdunnen met 5 liter water. Spuit komkommers 1 keer per week met deze oplossing. Melk is rijk aan calcium, dat de celwanden van planten versterkt, vruchtrot helpt voorkomen en de weerstand tegen ziekte verhoogt. Kamillethee bevat natuurlijke antischimmel- en antibacteriële ingrediënten die planten helpen beschermen tegen ziekte. Kamille helpt ook planten te kalmeren, waardoor stress door ongunstige groeiomstandigheden wordt verminderd. Beste vrienden, vergeet niet je te abonneren op ons kanaal en deze video naar je vrienden op sociale netwerken te sturen. Tot ziens in de volgende video.